Als je een fiets koopt in de winkel of marktplaats bijvoorbeeld, kijk je voornamelijk naar de frame-maat. Hoe lang ben ik? Wat voor frame-maat heb ik nodig? En daar koop je dan je fiets op. Je kan echter ook een stap verder gaan. Bikefitting. Wat is bikefitting nou eigenlijk? Waarom zou je het doen? Wat zijn de voordelen? En wat zijn de eventuele nadelen? Ik ben hier bij de mechanieker in Amersfoort om daar achter te komen. Bij de heer Anno Pietersen van de mechanieker in Amersfoort. Anno Pietersen is gespecialiseerd in bikefitting en alles wat erbij komt kijken. Nou, we willen vandaag dus gaan uitvinden, bikefitting, waarom zou je dat gaan doen? Nou, misschien een mooie eerste vraag. Bikefitting, waarom zou ik als fietsenkoper een bikefitting doen? Om ervoor te zorgen dat jij op de houding komt die voor jou het optimaal is op de fiets. Wat voor jou optimaal is, is echt voor iedereen weer... Ja, divers, hè? Want ja, ieder lichaam is er anders. Heeft letterlijk ook met de stand van de voeten te maken. Ja. Hoe lenig ben je? Wat wil je gaan doen op de fiets? Inderdaad, ben je iemand die korte afstanden heel hard wil rijden? Ben je iemand die meer lange afstanden ook nog een beetje om zich heen wil kijken? En er hoort gewoon een andere positie bij. En daarom dus eigenlijk. Okay. Ja. Fietsen worden altijd verkocht met frame-maten. Ik weet mijn lengte. Dus je bent dan geneigd. Ik ben zelf 1,77 even uit mijn hoofd. Die frame-maat heb ik nodig. Ja. Dat volstaat dus eigenlijk niet, begrijp ik hieruit. Dat zou kunnen volstaan. Alleen je weet het niet zeker. Kijk, er zijn natuurlijk bepaalde dingen, zoals de binnenbeenlengte opmeten, armlengte opmeten. En dat komt een statistische waarde uit. Ja. En dan zou je daar een fiets bij kunnen passen. En dat zou kunnen kloppen. Alleen wat ik veel zie is dat mensen toch niet in die houding helemaal optimaal tot z'n recht komen. En dat heeft ook nog te maken met de samensetback. Dus hoe komt je knie boven het naal uit? Mm-hmm. Er zijn heel veel waardes die er toe doen. En, het vervelende is, voor de consument dan, is dat wij zijn heel veel fabrikanten en de ene maat 52 is de andere maat 52 of 54 niet. Dus er zijn heel veel verschillende geometrieën en daar zie ik heel veel mensen ook wel heel erg voor vraagtekens werpen van, ja, wat moet ik nou kopen? Okay. En dat heeft te maken met de bovenbuislengte en de balfshoogte. Sommige fabrikanten hebben zelfs van 1,54, twee verschillende geometrieën. Okay. Dus dat maakt het wel interessant. Je zei al, mensen die een korte toerrit doen, die hebben een andere setting dan iemand die het schrijven doet. Ja. Kan het dus inderdaad zijn dat dezelfde fiets, dezelfde maat, voor een heel ander doel heel anders afgesteld wordt? Dat er echt voelbare verschillen is? Ja, als je bijvoorbeeld een standaard fiets zou nemen, hè, dus met de feedback die ik van jou krijg, of degene die op de fiets zit, kun je dus bepalen van hey, hoe diep ga je het stuur zetten? Wil je er helemaal geen spaces op hebben of wil je ietsje meer spaces op hebben? Wat is de lengte van de fiets? Dus er is een gedeelte wat bij de geometrie hoort, dat bij jou hoort. Maar er zit ook een persoonlijke voorkeur aan. En die kan je dan op de fiets laten voelen van, dat is nou de consequentie van bijvoorbeeld op die fiets rijden. Dus dat je de consequentie is dat je dan heel laag zit. Ja. Nou, wil je dat, vind je het fijn? Nou, precies, ik kan me voorstellen, om bijvoorbeeld even tijdrit als voorbeeld te nemen, een hele diepe zithouding is daarbij wel gewenst. Ja. Dat uit de bikefit een houding komt die aerodynamisch gezien en snelheid technisch gezien heel goed is, ja, klopt. Maar wat totaal niet prettig zit voor de fietsen. Wordt daar ook naar gekeken? Ja, zeker. Ja. En dus met de feedback die ik van jou krijg, als je zegt van ik vind het leuk om criteriums te rijden, en dat is maar een uurtje. Keihard knallen, ja, dan kan je wel in die diepe houding zitten een uurtje. Alleen dat hou je er niet vol als je dan rond het IJsselmeer gaat rijden. Of tenminste, de meeste mensen houden het niet vol. Of het gaat ten koste van je energie. Okay. En daar kun je de fiets inderdaad op stellen, dat klopt. Ja. En dan wordt dus wel gekeken naar aan de ene kant het meest efficiënte eruit halen. Maar aan de andere kant kan er dus ook wel gekeken worden wat vindt de fietser daarin het prettigste om uit te halen. Ja. Kan dus ook betekenen dat een houding die
wellicht aerodynamisch misschien niet heel gunstig is, maar voor de fietser des te prettig is, dat dat ook wordt geadviseerd. Ja, dat klopt. Juist, inderdaad. Dat kom ik vaak tegen, dat mensen inderdaad eigenlijk als een prof op de fiets willen zitten. Ja. Maar dat hun lichaam eigenlijk niet voor geschikt is. Natuurlijk een beetje, het is soms heel moeilijk om te zeggen. En core stability is vaak niet zo goed als een prof. Mensen doen er geen oefeningen voor. Ja. En dan kan het inderdaad wel eens resulteren dat het misschien iets minder sexy is om wat hoger, meer spaces tussen stuur te hebben. Maar dat jij als fietser zijn er gewoon daarmee toch een efficiëntere houding hebt. En daardoor ook harder fiets. Geen blessures krijgt, geen rugpijn. Heb je meer plezier met de fiets. En uiteindelijk op de lange duur ga je er ook harder van rijden. Goed, het gaat een houding niet voor geschikt, het gaat altijd tegen je werken. Okay. Ja. Dus, samengevat, als hier iemand een fiets komt bij de mechanieker, dan wordt het wel altijd echt geadviseerd om een goede bijkeur te doen, om ervoor te zorgen dat de fiets echt bij degene past. Klopt, ja. Dus het is eigenlijk verplicht. Je kunt hier een bijkeur doen als je fiets koopt natuurlijk, maar je kunt ook een bijkeur doen met een bestaande fiets en die kan ik dan aanpassen. Dat is een beetje afhankelijk van de geometrie, hè. Dat is de fiets niet al te groot of te klein voor jou is. Dan kan je de fiets wel aanpassen aan de bereiding met de juiste zadelhoogte, stuurpijnlengte. Ja, zo kun je dat. Er zijn natuurlijk wel een aantal parameters die aan kan passen. Dus niet alleen voor nieuwe fietsen, maar ook voor bestaande fietsen is dat mogelijk. Alleen voor bestaande fiets ben je iets beperkter. Ja, precies. Ja. Okay. Ik raad het altijd aan de voor. Bij zo'n bijfit, wat zijn een beetje de waarden waar je naar kijkt? Het belangrijkste is natuurlijk zadelhoogte, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Ja. En ook daarin, zoals ik al zei, die binnenbeenlengte is dan wat iedereen natuurlijk een beetje op internet wel eens gelezen heeft. En er zit een verlengfactor op. Alleen het zegt me niks over jou als lenigheid. Als je, er zit gewoon een soort groene zone in. En als ik zo meteen heb, ga ik een fit met jou doen. Hè. Dan zie ik hoe lenig je bent, ik heb oefeningen voor. Mensen die niet zo lenig zijn, hebben ex-voetballers die tot zo komen. Kunnen onmogelijk dezelfde zadelhoogte als mensen die wel heel lenig zijn en met hun handen pad op de grond komen. Dat heeft te maken met de lengte van hamstrings. En dat heeft ook te maken met hoe hoog kan je zitten voordat je je lichaam gaat protesteren als het ware. Ja, precies. Ja. Bestaan hier naast zo'n machine, een retail zien staan? Kan je daar wat over vertellen? Ja, er zijn er niet zo heel veel in Nederland. Er zijn er maar 3 van. En ik heb er zelf uit Amerika geïmporteerd. Ja, ik vind het het mooiste stuk gereedschap, omdat ik hier dynamisch, dus tijdens het fietsen kan ik het zadel, dus de stuurstand, dus omlaag zetten, omhoog zetten, hele kleine aanpassingen, lengte, diepte, hoogte, setback, alle parameters van de fiets kunnen helemaal ingesteld worden. En aan de hand daarvan kan ik dus een goed advies geven van dit is jouw positie op de fiets, dus de mate, het vlak vanaf de hart van de bekken, dat is een beetje de referentiepunt. En daarvan ga je dan zoeken naar welke fiets past het beste bij jou. En dat kan van alles en nog wat zijn. Okay. Dat is fijn van deze fiets. En er zijn 3 fietsen op de markt die dit kunnen. En dit vond ik het mooiste stuk gereedschap. Dat werkt het fijnste voor mij. Ja, helder. Ik ben helder benieuwd hoe het in zijn werk gaat. Laat eens even kijken hoe dat dan in de praktijk aan de slag gaat. Tijdens het fietsen heb je last ergens van? Heb je blessures? Zijn er dingen die je tijdens het fietsen ervaart? Pijntjes, slapende voeten, slapende handen, brandende voeten. Noem het zadelpijn, noem het maar op. Nee, in principe niet. Ik merk wel. Een van weinigen. De meeste mensen wel erg last van. Ja, ik zeg wel in principe. Ja. Ik merk mijn linkerknie heel nog wel eens gevoelig zijn. Het verschilt echt de plekje eerst. Vooral ook omdat ik ook veel aan hardlopen doe. Dus ik met hardlopen net even te veel overbelast. Merk ik dat het eerst dan maar aan mijn linkerknie. Ja. En ik was vorig jaar echt gigantisch veel op de fiets. Heel veel aan mijn afstanden. En ik voel hem dan altijd het eerste in de weg. Ja. Ik merk nu wel met het nieuwe zadel waar ik eigenlijk heb een lichtstuur op gezet, dat het daar eigenlijk wel mee gaat. Dus ik denk voornamelijk de linkerknie kan ik gevoelig zijn. En de rug is de onderrug? Dat de onderrug. Onderin de rug dat ik hem. Bij de lange afstanden is de onderrug gevoelig. Ja, een beetje. Ja, oké. Wat zijn jouw doelen als fiets? Wat vind je leuk om te doen als wielrenner zijn? Mijn echte sportieve doelen zijn toch de triathlon. Ja. Dit jaar eerst kwart triathlon, volgend jaar de halve. Mm-hmm. En in 2017 hoop ik de Ironman van Maastricht te gaan doen. Dat is ook wel fanatiek. Daarnaast vind ik het ook leuk om gewoon af en toe een rondje te fietsen. Goede vrienden van mij fietsen ook. Dus daar wellicht
aan de ene kant fanatiek triathlon, maar aan de andere kant ook niet ten koste van het toerrijden. Oh, ja, dat is een beetje. Ja, maar 2005. Mama, je hebt me goed gemaakt. Ja. Hij is goed afgeleverd. Hij is, zit inderdaad zo op de hoogte. Nou ja, het is een millimeter werk, maar geen raakding. Ga strappen. Gewoon maar even je handen. Ja, precies. Dan gaan we even door. Je moet gewoon fietsen als je fietst, hè? Dat je niet... Ja, mooi. Ja, dat is een mooie kop. Oké, dan zeg maar. Kijk, dan ga ik even naar voren. Goed vast. Tel ik op 3. Ja. En dan hou hem vast in de onderste stand. 1, 2 en stop. Ja. Dan doe ik vast. Nee, ja, dat is verloren, want het haalt heel veel uit. En dan gaan we hierheen. Kijk, en daar is je enkel. Ja, je kniehoek is wat aan de lage kant, je zou wat hoog kunnen, maar je enkelt wel weer heel veel. Dus dat moet even kijken wat er gebeurt op het moment dat ik... Ga eens naar boven, in remmen. En naar beneden weer. Ja, grappig dat je zo iets stabieler bent, maar het maakt niet zo heel veel uit. Er zit een hele kleine zwaai in. Je knie zit in ieder geval mooi boven je pedaal. Er zit een hele kleine zwaai in. Wel, dus mechanica proef.
officieel moment, het overhandigen van het fittingrapport. Hey. Nee, als je hier kunt zien, maak het mee een grapje, maar dan weet je hoe jouw positie nu is. Mocht je inderdaad je fiets een keer uit elkaar gehaald hebben, een beetje samenhangen van alle ins en outs, weet je dan. Top, dus hierbij. Dankjewel. Ja, dan hebben we nu alles geleerd over bikefitting. Wat we dus hebben geleerd vandaag is dat het absoluut aan te raden is om je fiets goed te laten fitten. Je zal niet alleen merken dat je de lichamelijk gezien veel meer comfort uithaalt, veel minder last zal hebben van kleine pijntjes. En dus veel meer plezier in het fietsen zal hebben voor degenen die gek zijn op prestaties. En net die paar kilometers extra eruit willen halen, die zullen ook merken dat ze er veel meer voordeel bij hebben om de fiets goed af te laten stellen. Dus ja, ik kan eigenlijk niet anders concluderen. Bikefitting is eigenlijk een absolute must. Zeker als je een nieuwe fiets gaat halen, is het eigenlijk wel verstandig om die bike goed te laten fitten. Je kan ook eigenlijk niet anders dan anopietische aan te raden, sowieso de mechanieker aan te raden, om daar de fiets te laten fitten en de mooie fiets uit te laten zoeken. Ik wil hierbij anopietische heel erg bedanken voor alle moeite en zeker alle uitleg die we hebben gekregen vandaag. En ik hoop dat jullie er wat van hebben opgestoken. Dankjewel. Tot ziens. Top. Graag gedaan. Dankjewel. Ja.